Vandaag wordt er heerlijk gegeten in het klokhuis. Maar wat heeft ons eetgedrag eigenlijk voor invloed op onze aarde? Hier op de Floriade laten ze met die blauwe handjes zien hoe groot de ecologische voetafdruk van een Nederlander is. En ik kan je vertellen, die is best flink. Om te leven gebruikt iedereen een stukje van de aarde. Dat heb je zelf misschien niet zo door, maar er is bijvoorbeeld landbouwgrond nodig voor je groenten. Voor het katoen van je kleding en bos voor hout. Voor bijna alles wat we nodig hebben gebruiken we een stukje van de aarde. We noemen dit stuk land je ecologische voetafdruk. De grootte van je voetafdruk wordt bepaald door wat je eet, hoe je woont, wat je koopt en hoe je reist. De voetafdruk van Nederlanders is groot. Als iedereen op aarde zo'n groot stuk land zou gebruiken, zouden we 3 aardes nodig hebben. De komende weken zoeken we uit waarom onze voetafdruk zo groot is. Vandaag in aflevering 2, eten. Zo, kijk eens. Hier, burgertje voor jou. Oh, lekker. Frietje voor mij. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Maar het is toch echt wel heel lekker, hè? Dat we gewoon al het eten kunnen krijgen wat ons hartje begeert. Je zou bijna vergeten dat het ook nog ergens moet groeien. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld ui, kool, sla, komt allemaal van het land. Maar we hebben niet alleen voor groenten land nodig, maar kijk, wat dacht je van deze hamburger? Die komt natuurlijk van... Ja, precies, een koe. En voor die koeien hebben we dan ook weer stallen en weilanden nodig. En daar komt bij dat al dat eten ook nog vervoerd, verwerkt en verkocht moet worden. En dat kost allemaal superveel energie. Eten is dan ook het grootste deel van onze voetafdruk. 1/3 om precies te zijn. Met een gezin van 4 mensen heb je elk jaar alleen al voor je eten een stuk land ter grootte van 12 voetbalvelden nodig. En je hebt het vast wel eens gehoord. Op deze manier putten we de aarde uit en ontstaat er klimaatverandering. Daardoor wordt de aarde op sommige plekken veel droger en op andere plekken veel natter. Ja, dat extreme weer maakt het verbouwen van voedsel moeilijker. Dus hoe groter onze voetafdruk, hoe lastiger het wordt om ons eten te blijven maken. Maar niet voor al het eten heb je even grote stukken land nodig. Het is vooral het eten dat van dieren komt dat veel ruimte kost. Denk bijvoorbeeld aan eieren, melk. En wat dacht je van een lekker visje? En natuurlijk vlees. Tijd om uit te zoeken hoe dat komt. Voor het maken van een kipfilet, een glas melk of een biefstukje, eten dat van dieren komt, heb je veel meer land nodig dan bijvoorbeeld het maken van een banaan, een donut of wortels. Voor 1 kilo wortels heb je maar 5 vierkante meter land nodig, terwijl je voor 1 kilo biefstuk maar liefst 100 vierkante meter land nodig hebt. Voor een biefstuk heb je namelijk iets heel belangrijks nodig, namelijk een koe. Hallo! Koeien leven in een stal en als het even kan lekker buiten op het land. Maar voor het groeien van een koe is veel meer land nodig dan alleen dit stukje weiland. Dat zit zo. Kijk, ons eten, de koe, moet zelf ook eten. Kijk eens. Ja, en als je wortels of aardappelen of bijvoorbeeld tarwe wil laten groeien, dan heb je maar een paar stukken aarde nodig. Maar als je een hele koe wil laten groeien, dan heb je echt veel meer stukken aarde nodig. In Nederland eten veel koeien gras van eigen land. Maar veel koeien in de rest van de wereld eten bijvoorbeeld soja of mais. En dat moet ook ergens groeien. En om soja te laten groeien wordt veel kunstmest gebruikt. Ja, en dat komt ook weer ergens vandaan. Voor zo'n stukje vlees zijn dus heel veel stukjes land nodig. Nou, en dan zijn we er nog niet. Er is namelijk nog een reden waarom de voetafdruk van een stukje vlees zoveel groter is dan van ander eten. Namelijk... Boeren. En dan niet van mij natuurlijk, maar van deze vrolijke vrienden. Als een koe zijn eten verteert, komt er in de pens van de koe een gas vrij. Dat heet methaan. Als een koe een boer laat, komt dit methaan in de lucht terecht. En methaan is een gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
Om dat tegen te gaan is ook weer een stukje land nodig. Een stuk land met bomen die de lucht kunnen zuiveren. Door minder vlees te eten kun je je voetafdruk dus flink verkleinen. Stel je voor, je eet 2 dagen in de week geen vlees, dan wordt je voetafdruk meteen een stuk kleiner. 50 bij 30 meter kleiner om precies te zijn. En dat is al zo'n groot stuk land! 4 op de 10 Nederlanders probeert al wat minder vlees te eten. En met z'n allen kan dat al snel een hoop schelen. Alleen, dat is niet voor iedereen even makkelijk. Hey, Rijntjan! Hi. Hallo. Jij doet onderzoek naar het duurzaam gedrag. Ja. Hoe kan het nou dat het zo moeilijk is om minder vlees te eten? Ik hoor vaak voorbij komen dat het gewenning is. Klopt dat? Nou ja, juist die gewenning, dat is hem ook. Iets wat je natuurlijk al jarenlang hebt opgebouwd als gewoonte, routine. En dan moet je dat ineens veranderen. Nou, dat vinden we heel erg lastig. En dit maakt het gewoon extra lastig, omdat die keuze komt gewoon iedere dag weer terug. Dus het is niet 1 keer veranderen, maar het is iedere dag weer opnieuw kiezen voor minder vlees eten. Als je al een keuze hebt natuurlijk, hè? Want ik kan er zelf voor kiezen om geen of minder vlees meer te eten. Maar eten doe je vaak met anderen. Dat is precies waardoor dit nog eens een keer extra moeilijk is. Als al je vriendjes bijvoorbeeld friet en frikandel willen, dan is het heel erg moeilijk om dan op dat moment te zeggen, ik doe dat niet. Oké, nou dat maakt het wel ingewikkeld, maar ik vind het wel een hele leuke uitdaging. Minder vlees eten is voor veel mensen een grote stap. Ook voor deze vleeseters die ik straks een vegetarische maaltijd ga voorschotelen. Jongens, hebben jullie al een beetje trek? Ja? Hoi. Gelukkig krijg ik hulp van Walter Marskamp. Hij is chef-kok en kookt het liefst zonder vlees. Zo, Walter. Wat staat er vandaag op het menu? Wat we vandaag gaan doen, we hebben een supermooie watermeloen. Mm-hmm. Die gaan we marineren. Dan doen we hem in de oven. En dan komt hij eruit als een ham. Als een ham? Yes. Ik snij hem door de helft. Ja. Oei, daar is hij. Kijk eens aan. Zo. Oeh. Oh, lekker. Hey, Walter, jij kookt dus over het algemeen heel veel met groenten. Ja. Is dat altijd zo geweest? Nee, het is niet altijd zo geweest. Ik heb met heel veel vis en vlees gekookt. En wat was dan voor jou de omslag? De omslag is toen we dit restaurant openden en mijn zoon geboren werd en realiseerde ik me dat dat niet de toekomst is. Ja, de toekomst ligt naar minder vlees en vis, zuivel en naar meer groenten. Mocht mijn zoon willen genieten van deze supermooie aarde, wereld. Ja, dus deze bak is eigenlijk onze toekomst. Juist. Zo, kijk eens. Alsjeblieft. Nou, eet smakelijk. Geniet ervan. Ja. Heel lekker. Ja. Wat proef je? Het doet me een beetje denken aan de structuur van zalm. Het smaakt een beetje bijna fruitachtig fris inderdaad. Het smaakt een beetje rokerig, maar het is heel lekker. Wat het is een watermeloen. Heel langzaam gegaard met specerijen en kruiden erbij. Het is heel vlezig, hè? Ja. Ik zei vrij. Jij zat in de buurt. Ja. Als je nou minder vlees wil eten, zijn er dan dingen die je kunt proberen om dat misschien net wat makkelijker te maken? Dus het is sowieso belangrijk om voor jezelf te bedenken waarom je dit nou eigenlijk wil. En dan vervolgens ook heel concreet te maken wanneer ga ik dat dan ook anders doen. Dus woensdag, vrijdag eet ik minder vlees en het liefst ook samen met anderen. Walter, volgens mij hebben wij nog wat. Is dat bloemkool? Nou, Walter, vertel het maar. Nee, het wordt gemaakt van de schillen van asperges. Wow. Dus ook nog eens goed voor je voetafdruk, want je gooit dus niks weg. Ja, lekker. Nou jongens, zou zo'n maaltijd voor herhaling vatbaar zijn? Zeker. Ja. Mooi. Kunnen jullie ook mooi helpen met afwassen? Duidelijk. <Okay. laughs>